De kleine lettertjes, een hoorspel van Guy Didelet. Goeiedag meneer, kan ik u helpen? Tja, ik wandelde hier voorbij, uw zaak, en ik zag die reclameaanbieding. En ik dacht... En u dacht, waarom zou ik niet even binnenlopen om wat informatie in te winnen? Heel verstandig van u. Een heel verstandige beslissing. Ja, en ik dacht, misschien vind ik daar wel iets naar... Naar mijn smaak? Zonder twijfel, meneer. Kom, volgt u me maar naar de videokamer. Daar kunnen we verder praten. De videokamer? Inderdaad. Wij werken hier volgens de meest geperfectioneerde methodes, meneer. Ik heb al gehoord dat er collega's zijn die nog altijd werken met beschrijvingen en fotootjes. Maar dat is niks voor ons natuurlijk. Hier, en dat zal u dadelijk kunnen merken, is alles kwaliteit. Wij wensen tevreden klanten die overal gaan rondvertellen dat ze tevreden zijn. Dat is onze beste reclame. Maar gaat u toch zitten? Ja. Zo. En nu moet u het mij maar eens vertellen. Wat had u nu precies gewild? Aan welke prijsklasse dacht u al zo? Geld speelt eigenlijk niet zo'n grote rol. Als ik er maar gelukkig mee ben. Ik bedoel, als ik er maar minder eenzaam mee voel. Dat vind ik wel belangrijk. Vooral nu, het bijna kerstmis is. Ik begrijp u volkomen, meneer. Lange, koude winteravonden. Iedereen gezellig bij elkaar. En u? Moedersiel alleen in een huis dat veel te groot is. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden. U voelt wat ik wil. Mensenkennis hoort nu eenmaal bij mijn beroep. Een wipneusje, veronderstel ik. Pardon? Eén met een wipneusje, veronderstel ik. Maar, hoe weet u dat? Ja, een wipneusje. Oh ja, dat heb ik altijd al gewild. U moet weten, het buurmeisje waar ik vroeger stiekem verliefd op was, had ook een wipneusje. En eigenlijk is dat beeld me altijd bijgebleven. Ik vind het zelf een beetje vervelend, maar... Telkens wanneer ik een vrouw met een wipneusje zie, dan gebeurt er iets met me. Dan krijg ik kriebels in mijn buik en dan voel ik me... Maar kom, dat interesseert u natuurlijk niet. Maar dat interesseert mij wel, meneer. Ik wil gelukkige klanten. En om dat te bereiken, is het juist heel belangrijk op de hoogte te zijn van het ideaalbeeld dat u zich in uw jeugd gevormd hebt. Weet u dat dergelijke ideaalbeelden ons hele leven blijven beheersen? Kijk, wat denkt u hiervan? Hallo, ik ben Sandra. Ik ben 24 jaar en nog altijd op zoek naar een grote, sterke veroveraar die tezelfde tijd ook heel zacht kan zijn. En wat vond u ervan? Ik weet het niet. Die grote, sterke veroveraar. Ik ben maar 1,67 meter. Maar daar moet u zich niet door laten afschrikken. Dat is maar beeldspraak natuurlijk. Ook een kleine man kan een grote veroveraar zijn. Denk maar aan Napoleon. En daarbij, ik wed dat u heel zacht kan zijn. Ja, dat misschien wel, maar toch. Bevalt ze u niet? Wel, eigenlijk had ik haar liever een beetje molliger. Als dat niet te moeilijk voor u is. Maar dat is helemaal geen probleem, meneer. Integendeel. Wij hebben nog vele mollige vrouwen in voorraad. Want de tendens gaat tegenwoordig uit naar slanken. Een modeverschijnsel natuurlijk. U hebt groot gelijk om u daar niet door te laten beïnvloeden. Ik durf u trouwens te verzekeren dat u over 3 of 4 jaar met uw mollige vrouwtje weer volop in de mode zal zijn. Mode is nu eenmaal relatief. Als ik me niet vergis, hebben wij juist enkele prachtmodellen vol molligheid op onze video staan. Als u eventjes een ogenblik tijd hebt... Hier, wat denkt u hiervan bijvoorbeeld? Hallo, ik ben Marta en ik heb het altijd lekker warm. In deze kersttijd kan ik vooral voor mannen met koude voeten een ware troost betekenen.
sprakeloos? Ja, inderdaad. Is dit de vrouw van uw dromen? Nee, totaal niet. Dat is niet mollig meer. Dat is... Enfin, ze doet me denken aan een circusolifant. Ik ben meer op zoek naar... Hoe moet ik het zeggen? Het vlezige type? Ja, dat is het. Een vlezig type. Mollig en mollig is namelijk twee. Maar nu begrijp ik het. Meneer is een kenner. Mag ik u feliciteren met uw keuze? Wij krijgen zelden klanten over de vloer die over een dergelijke goede smaak beschikken. Ik vrees echter dat wanneer u een kandidaat van het vlezige type verkiest, de prijs wel... De prijs speelt geen rol, heb ik gezegd. Goed, in dat geval... Hallo, ik ben Elektra. Ik ben 23 jaar en ik heb diepbruine ogen. Ik ben 1,65 meter en op zoek naar een lieve man. Oké, ik weet genoeg. Ik neem haar. Goed, dan zal ik een ontmoeting met mevrouw regelen, zodat u nader kennis kan maken. Ik weet genoeg. Ik neem haar. Maar dat kan u toch niet zonder meer beslissen, meneer? Stelt u voor dat u zich vergist en dat u bij nader inzien toch liever een andere vrouw zou hebben? Ik neem haar. Die ogen, dat wipneusje, mollig maar geen barok. Zo heb ik de vrouw van mijn dromen altijd voorgesteld. Maar meneer kent de risico's toch? Ik hou eraan toch nog eens te wijzen op het feit dat gekochte artikelen... Niet terugbetaald, nog ingeruild worden, dat weet ik. Maar ik zou gek zijn om zo'n vrouw ooit nog in te ruilen. Kijk mevrouw, ik ben heel onzeker. En juist daarom heb ik geleerd om in mijn aankopen heel impulsief te werk te gaan. Dat heeft me in mijn beroep trouwens geen windeieren gelegd. Men verwacht het niet van me. Men denkt, laat die slomer nog maar wat stuntelen. Maar die slomer, die laat zich leiden door zijn intuïtie. En wanneer al zijn collega's nog aan het overleggen zijn, wandelt hij al triomfantelijk met zijn aangekochte waren buiten. Ja, maar toch, dit is een beslissing voor het leven. Dat hopen we toch. Want wij willen tevreden klanten. Dat weet ik zo onderhand wel. De prijs graag. Zo, alstublieft. Wat? Maar dat is toch al te gek. Pardon? Die vrouw die kost me al een fortuin nog voor ik ermee getrouwd ben. Ik dacht dat meneer gezegd had dat geld geen rol speelde. Dat doet het ook niet. Maar ik wil me niet laten stropen. Er zijn nog andere huwelijksbureaus in de stad, vergeet u dat niet. Maar zij hebben geen video. En zij hebben geen Elektra. Denkt u trouwens ook eens aan de extra eindejaarsvoordelen die u naar binnen gelokt hebben. Een hele wintergarderobe. Met bondmantel. En zomaar gratis bovenop. En in onze zaak bent u steeds de eerste koper. Dat durf ik u met de hand op het hart te verzekeren. Geen tweedehands rommel hier. En ook qua verzekeringen en inentingen is alles wettelijk in orde. Geen last met het gerecht omdat u met uw kersvers vrouwtje naar het buitenland geweest bent. Maar ja, kwaliteit moet nu eenmaal betaald worden. En als meneer dat niet wil of niet kan, dan moet meneer maar ergens anders naartoe. Nee, wacht nou nog even. Laat me nog even denken. Ik dacht dat meneer de man was van de snelle, impulsieve beslissingen. Ja, dat wel, maar toch. Zo'n bedrog. Nou, denkt u er nog maar eens rustig over na. Ik ben hier elke werkdag beschikbaar. Maar u moet me nu excuseren. Ik kan de klanten niet laten wachten. Ja, dat begrijp ik. Ik kom deze week beslist terug om u mijn definitieve beslissing mee te delen. Fijn. Ik hoop dat Elektra dan nog niet aan iemand anders verkocht is. Nee, dat niet. Blijf hier. Ik betaal. Op één voorwaarde. Ze moet zo vlug mogelijk geleverd worden. En in elk geval nog voor de feestdagen. Ik dacht wel dat meneer de verstandigste beslissing zou nemen. Een snelle levering is voor ons uiteraard geen probleem. Oh, up and listen, bell, in one most open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle. Kom, daar is al. Oh, jee, mijn jasje. Ja, ik kom al.
Goeiedag, meneer. Ik ben van het huwelijksbureau Mona Lisa. Men had mij gevraagd om vandaag hier voor meneer... Het is al goed, het is al goed. Hebt u ze bij u? Uiteraard, meneer. Ze is nog in de wagen. Zal ik haar binnenbrengen? Nee, dat doe ik zelf wel. U moet weten, ik heb nogal traditionele opvattingen. Ik heb me altijd voorgenomen om mijn bruid zelf over de drempel naar binnen te dragen. Net als in een oude film. Meneer is een romanticus. Tja, hoe zou u zelf zijn? Ik heb niet elke dag de gelegenheid om een kerstvers bruidje naar binnen te dragen. Ik wel. Dat maakt nou juist het verschil. Hoe bedoelt u? Dat ik mijn toekomstige bruid maar al te graag door een ander het huis zou laten binnendragen. Ik heb in mijn leven al genoeg bruiden versleept. En meneer heeft er een van het mollige type ook, heb ik gezien. En dan? Hebt u daar bezwaren tegen? Nee, natuurlijk niet, meneer. Meneer bepaalt toch zelf zijn keuze? Maar je hebt klanten die er bij het breken van de fooi rekening mee houden. Ah, nou breekt mijn klomp. Maar dat gaat niet door, kerel. Ten eerste heb ik al meer dan genoeg geld betaald. En ten tweede hoef ik je geen fooi te geven, aangezien ik haar zelf persoonlijk uit jouw wagen zal halen. Kom, Elektra. Kom in mijn armen. Dat ik u mijn woning binnendraag. Ik denk anders toch dat het beter is wanneer ik meneer even naar binnen vergezel. Dan kan ik hem meteen even wegwijs maken met zijn nieuwe vrouwtje. Niks wegwijs. Als er hier iemand wegwijs gemaakt moet worden, dan bent u het. Kijk, ik wijs u de weg. U stapt in uw wagen en u rijdt zo de straat weer uit. En laat me nu alleen, dat ik eindelijk met mijn bruid kan kennismaken. Maar meneer, het is werkelijk noodzakelijk dat ik u... Daar, om de hoek naar rechts en scheer in uw weg. Mona Lisa heeft al meer dan genoeg aan mij verdiend. U gaat uw gang maar. Zo, Elektra. Nu ben je er eindelijk, hè? Nu ben je eindelijk helemaal van mij. Kom, ik zal je even in een stoel zetten. Wat is dat? Wat heb je in je handen? Kom, geef hier. Laat eens zien. Oh, een boekje. Een boekje met informatie. Naam Elektra. Leeftijd 23. Lengte 1,65 meter. Kleur ogen diepbruin. Vorm ogen amandelvormig. Informatie noemen ze dat dan. Net alsof ik dat allemaal zelf niet zien kan. Trucjes zijn het, Elektra. Trucjes om de klant op kosten te jagen. Maar genoeg gepraat. Tijd om jou tot leven te wekken. Jij hoopte al dat ik jou meteen zou beginnen te strelen. Maar ik doe het nog niet. Ik wacht nog even. Want... Kijk eens wat ik hier heb. Wat is dat? Ja, je weet het wel. Zeg het maar. Het zijn batterijen. Ik heb ze al jaren in huis, Elektra. Wachtend op de vrouw van mijn dromen. Wachtend op de dag dat je binnenkomt en dat ik jou tot leven zal kunnen wekken. En nu, Elektra, nu stop ik die batterijen in je voetzolen. Hierheen. En hierheen. En dan, Elektra. Dan kan eindelijk het grote wonder beginnen. Ja, ze doet het. Ze doet het. Ze komt tot leven. Haar ogen knipperen. Ze is van mij. Ze is helemaal van mij. Goedenavond, ik ben Elektra. Ik heb gehoord of u met mij wilt trouwen. En ik ben... Wat is dat nu? Elektra. Elektra, wat is er met jou? Ja, maar dat kan niet, hè? Ja, maar nee, hè, dat kan niet. Ze is nog gloednieuw. Elektra, zeg iets. Laat me nu toch niet alleen. Het boekje. Het boekje met de informatie. Waar heb ik het gelegd?
Hier heb ik het. Naam Elektra. Leeftijd 23. Kleur variabel. Van blank tot donkerbruin, afhankelijk van de belichting per pori. Nee. Hier, de kleine lettertjes helemaal achteraan. Het venijn zit hem altijd in het staartje. Als energiebron voor uw Elektra-vrouw dienen twee batterijen. Vooral moet u erop letten dat Elektra niet door uit de batterij lopende zuren wordt beschadigd. Gebruik daarom uitsluitend hermetische batterijen die niet meer dan een jaar oud zijn. We wijzen alle aansprakelijkheid van de hand voor elk ongeval en of beschadiging aan personen, aan Elektra, aan de inboedel of aan onroerend goed die veroorzaakt worden door niet-hermetische of te oude batterijen. Raadpleeg bij twijfel onze technicus. Tegen een kleine vergoeding is hij gaarne bereid dit klusje voor u te klaren. Nee, nee, het is niet waar. Het is niet waar. Zeg dat het niet waar is. Dit was De Kleine Lettertjes, een hoorspel van Guy Didelet, dat werd gespeeld door Paul Snijders-Blok als de man, Mieke Sinema als de vrouw van Mona Lisa, Nicole Verstappen als Elektra, Jodice van Boxmeer als Sandra, Annie Jansen als Marta en Frank Hemminga als chauffeur. Productie Jodice van Boxmeer en Bert Teuners, technische realisatie Willem Schijgrond en Bert Teuners, regie Ad Leupler.